Als topsporter heb je gewoon een voorbeeldfunctie. En ik vind niet dat je in zo'n situatie terecht kan of mag komen als topsporter. En daar is hij, denk ik, al gewoon te ver in gegaan. Ik vind dat je een goed voorbeeld moet zijn als topsporter. En niet naar het Holland Heinekenhuis moet gaan als je nog in competitie bent. Dus ja, ik vind het heel erg zonde, want het is een ontzettend goede topsporter. En ik had hem zoveel meer gegund. En hij doet zichzelf gewoon onwijs tekort. Ik denk niet dat je hier in het Holland Heinekenhuis moet verschijnen voordat je, als je nog competitie hebt. Je hebt als topsporter een goed voorbeeldfunctie. En dat moet je uitdragen. Maar iedereen heeft ook wel zijn eigen grenzen. Ik vind zelf, ik zou dit gewoon niet hierheen gaan. Maar natuurlijk... Ook iets voor een watertje. Oh, dat kan ook zeker wel. Ja, ik weet, ik vind je als topsporter heb je eigen grenzen en kan je eigen grenzen aangeven. Maar je moet ook wel weten waar de grenzen liggen en die hoeft niet een ander jou op te leggen. Jij bent hier om te excelleren op de Olympische Spelen. En op het moment dat daarin past dat je een watertje gaat drinken in het Holland Heinekenhuis, moet dat zeker erbij kunnen.